Dorpscafés zijn vaak de huiskamer van een dorp. Helaas verdwijnen ze steeds meer de laatste jaren. Man met hond zoekt er een aantal op. Vandaag café Spaltenbrege in Terwispel. En dan zullen we straks niet aan hem vol krijgen. Het is altijd een verrassing. Dan heb je klanten en dan heb je ze niet. Zit je erop te wachten, dan komen ze niet. En hij nou druk met iets, ja, dan komen ze. Zo wordt het altijd al geweest. Ja, ik zal gauw de kassen naar voren brengen. Dan kunnen de klanten hem straks maar vullen. Zo, beetje licht erbij. De deur is geopend. De kassa staat er en komt u maar. Hoe zou u de functie omschrijven van deze kroeg? Samenkomstplaats, om zo maar te zeggen. Hier wordt alles bepraat, hoe werken en handeltjes en... Zo moet je dat bekijken. Maar duistere zaken of... Die gebeuren hier niet, hè? Die gebeuren hier niet, hè? Ja, in het dorp omschrijven ze mij, suiplap en een sterke verhaal. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar, hè? Nee. Nee? En oplichter zeggen ze ook wel in het dorp, dit is een oplichter. Maar dat is helemaal niet waar. Ik denk 3 flesjes bier per dag, nou dat mag er wel. Huh? En mijn paken zeggen, die komt geregeld bij me. Paken niet een afzetter, hè? Nee. En dit niet een zuiplap, hè? Nee. Hoi. Meneer Volkert, wat is dit voor kroeg? Hoe zou je de kroeg omschrijven? Zaterdag. Ja. Wat is een beetje een hobbykroeg eigenlijk? Helemaal, helemaal, helemaal. En wat zou je dan zonder de kroeg? Dat zou niet best wezen, dat zou niet best wezen. Wat zou er dan gebeuren? Ja, dan ga je naar andere kroegen, hè? Dan komt het helemaal niet goed, hè? Dan kun je beter zelf kroegbaas zijn, want anders kom je in andere kroegen terecht. Juist, zo zit het helemaal, zo zit het helemaal. En zie, en dan kost het geld en nu verdien je wat, hè? Twintig, 30, 40, 50, alsjeblieft meneer, en dank u wel. En één ding, hè? Komt hij vol vandaag? Ik valt straks, want dan ben ik daar de pol weer houden. Dit is de bedoeling wel. Maar half vol ben ik ook wel tevreden. Het moet ook niet te gek zijn, hè?